Meneer Zeilenmaker. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het hoofdpijndossier De Kop van de Nieuwstraat. We begonnen destijds met een prijsvraag en dat leek heel leuk, maar achteraf was daar, ik zou bijna zeggen, ook al gedoe over of de inschrijving en gunning wel juist is geschied. Vanaf het begin fouten en onduidelijkheden over het parkeren. De raad op het verkeerde been gezet, want de raad had de indruk dat het parkeren ondergrond zou worden opgelost. Nee dus. Vervolgens de discussie over het aantal parkeerplaatsen. Bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen werd een truc uitgehaald door parkeerplaatsen mee te tellen die bij een gemeentehuis hoorden dat al jaren dicht is. En daarbij werd voorbijgegaan aan de toegenomen parkeerbehoefte in de binnenstad. Onder andere door meer woningen die gecreëerd zijn en de vestiging van horeca zonder dat die horeca parkeerplaatsen moest regelen. Vervolgens, voorzitter, de toezegging aan de raad andere parkeeroplossingen gelijk te laten lopen met dit plan. Maar, wat schetst onze verbazing, het eerste wat on hold gaat is het parkeerterrein achter de dijk. Betreft het nieuwe grote parkeerterrein snappen we dit. Maar uitbreiding van het oude, daar snappen we niks van. Dat moet gewoon nu gebeuren. En waar zijn we anders mee bezig? Ik verwacht van de wethouder een voorstel bij de kadernota hoe we dit gaan oplossen. Door akkoord te gaan met dit plan verdwijnt er heel veel openbaar groen. PWF vraagt waar compensatie plaats gaat vinden. Hebben we schriftelijk gedaan. En in de commissie, wat krijgen we? Een kul antwoord, wat geen antwoord is. Want er staat helemaal niks in waar het dan gecompenseerd wordt. Dus dat kan wel in cyberkaspel zijn. Nu weten we nog niks. En in het plan ook niets over behoud van bomen. Nou, daar komen we bij dat amendement op terug. Klimaatdoelen, hittestress. Op deze plek, met al de verstening, zal het zomers gemiddeld 3 graden warmer zijn dan in een groene omgeving. En dat zonder enige compensatie. Ja, en dan moeten we nog heel blij zijn dat het trapveldje blijft houden. Tjongejonge, als ik, als anderen in de raad daar niet constant, ik denk de afgelopen 20 jaar aandacht voor hadden gevraagd, was dit veldje ook al lang verdwenen. Dan het plan zelf. Binnen een poep en een zucht werd de geëiste publiekstrekker uit het plan gehaald. Bevolking hoopte op Action, Primark, H&M, noem ze maar op. Niets van dat alles. En dan de bestemming van een hotel in het monumentale deel, waar wij heel graag een culturele invulling hadden gewild. En destijds de meerderheid van de raad. Een enorme gemiste kans. PWF denkt dat de ontwikkelaar niets anders wil dan uiteindelijk dure appartementen in het oude stadhuis realiseren en niet anders. Er stond ineens een appartement in het bestemmingsplan getekend. Wisten we niks van. Zou alleen voor horecabeheer zijn, maar er was een klein foutje gemaakt. Het mocht gewoon een appartement, iedereen mocht daar gaan wonen. PWF stelde hier de vraag wie erover besluit als de ontwikkelaar later over appartementen begint en schriftelijk en mondeling in de laatste commissievergadering verzekerde wethouder ons dat de raad daarover gaat. Voorzitter, het is niet waar. Dit is ook een van die dingen, we hebben het bij het vorige onderwerp ook aan de orde gehad. Dit kan gewoon door het college via de kruimelregeling veranderd worden. Dus ik wil ook hier een schriftelijke bevestiging van de wethouder van het college, en dat moet spijkerhard en waterdicht zijn, dat dit uiteindelijk, als de ontwikkelaar erom vraagt, via de raad gaat lopen. En dat moet over het graf van dit college heen, moet die zekerheid geboden worden. Voorzitter. En vervolgens. En wij willen graag die schriftelijke toestemming, ik heb het al gezegd. Als dit plan doorgaat en de dure woningen staan er, het dure hotel is geopend, de winkelruimtes staan leeg, wat hebben we dan uiteindelijk gerealiseerd? Wat hebben we er eigenlijk aan? Waarom willen we dit? En dan vlak voor de commissie en nu ook voor de raadsvergadering reacties van de ontwikkelaar dat er helemaal geen overeenstemming is over wijzigingen. Dit is totaal tegenstrijdig met wat de wethouder ons tot nu toe, behalve dan vanavond met een toelichting, heeft voorgehouden. Hoe kunnen wij nu beoordelen wie daarin in zijn recht staat? Voorzitter, ik vraag me echt af of deze wethouder of dit college capabel is om dit dossier tot een goed einde te brengen, want dit loopt nu al jaren en ik ben bang dat dit nog heel lang gaat lopen. Dit was het in eerste instantie. Dank u wel.